Ik ga maken een rode curry van rundvlees. Ik ga eerst een rode currypasta maken. Daarvoor doe ik in het hakmolentje de uien, de rode pepers, de paprika, de gember, kurkuma, limoenrasp, koriander, karwijzaad, knoflook, limoensap en wat sesamolie. Dan gaan we eerst even het vlees aanbraden. Een beetje olie in de pan. Het vlees aanbraden doen we in twee delen. Als ik dat allemaal in één keer zou doen, dan wil het niet bakken omdat de temperatuur in de pan dan te veel naar beneden gaat. Nu mag het vlees er weer bij, met ongeveer de helft van de currypasta, de kokosmelk erbij en een beetje water. Dit laten we 2,5 à 3 uur sudderen. We maken de curry af met een beetje vissaus. Je verse koriander eroverheen. Lekker met een komkommersalade en een witte rijst. Eet smakelijk!